Ik heb een pakketje gekregen. Dit pakketje, dat gaan we uitpakken, maar speciaal waar jullie bij zijn. Na het intro! Haha! Oké, people, let's go to work. En ik heb dat pakketje... Oh, dat is een verkeerde borden. Sorry. Ik heb dit pakketje gekocht. Ik heb het gekocht en ik probeer het te openen. Het is van een website en dat heet Mini in the Box. En dat is een website met allerlei gadgets en handige dingetjes. En ik heb serieus een maand op gewacht. Echt een maand. Ik heb een maand moeten wachten totdat dit eindelijk kwam. Ik heb mailtjes gestuurd, ik kreeg geen antwoord. En eindelijk... Is het binnen? Ik denk dat het binnen is. Ik denk, ja, dit ziet er naar uit. Kijk eens, jongens. Ik heb een aantal van die zakjes besteld. En wat kan je allemaal met deze zakjes doen? Oké, die zakjes heb ik niet gekocht. Maar er zit er nog meer in. Zo. Dat is allemaal bescherming, jongen. Oké, probeer het. Dit is echt het meest logische wijze om een... doos uit te pakken, zeg maar. En het zit helemaal vol met gadgets. Ik ga gewoon de eerste pakken. En dat is een... houdertje. En in dit houdertje, weet ik aan mijn hoofd, kan je je visitekaartje inleggen. Dus stel je voor, ik pak een paar visitekaartjes. 1, 2, 3 kan ik het niet vinden. Visitekaartjes. Ik weet mijn god niet waar die dingen liggen. Oh, daar. Nou, stel je voor, ik heb hier wat oude. Dit zijn oude visitekaartjes van mij. Die kan je dan in dat... Ja, de inleggen zo, kijk. Makkelijk. En een hoesje ervoor. Jongeman. Mag ik jou een visitekaartje? En dan doe je... Natuurlijk, moet je kijken. En dan doe je hem openklappen zo. Weet je wel, dan gaat hij... Bad. En dan pak je er zo in uit. En dan zo van... Ja. Nee, oké. Okay. Ja, maar dit is gewoon handig om te hebben. Een hebben dingetje. Een gadget, jongens. Oké, het volgende is... En wie ben ik om gewoon even niet op te doen? Gewoon even YOLO. We doen gewoon even op. Het is Nerd Glasses. En Nerd Glasses. Deze is elektronisch. Of ja, zeg maar. Elektronisch. Dus om de zoveel seconden krijg ik een klap. Nee, geintje. Ik ga mijn volgende doen. Niet lachen. Gewoon even gewoon kijken. Gewoon kijken. Oké, ik zie er dus gewoon heel weinig door. En ik denk dat het ook niet goed voor je ogen is. Ja, nou goed. Dan weet je een beetje hoe het zit. Nerd Glasses. Handig gadget. Ik denk dat dit maar even ingepakt laat zitten. Echt heel eng. Oh, wauw. Dat hoor je net niet. Oh, er zit bloed aan. Oké, nou, leuk dingetje. Een handje. Je hebt altijd een handje nodig. Als je, bijvoorbeeld als je iets aan het doen bent en je aan het showen. Ik zeg altijd van, ik heb een hand gewoon tekort. En nou ja, dat is makkelijk. Het volgende. Een webcam. Nou ja, dat is makkelijk zo. Gewoon heel goedkoop ingepakt natuurlijk. Het is allemaal China producten. Het stelt geen reet voor. Wat betaal je hier nou voor? Iets van 7 euro. Maar blijkbaar is deze cam wel redelijk... God, het lijkt net een planeet, man. Oké. We hebben nog meer. Oké, dit is een telefoonhoesje voor mijn telefoon. Dus die gaan we gelijk even proberen. Zo. Oké, ik gooi even die hoesjes weg. Ik pak mijn telefoon. En als het goed is, kan je dit eraf halen. Kan je deze erop doen. En dan zou je dus een nieuw hoesje hebben. Kijk, even proberen, jongens. Past die wel? Als het goed is, moet die passen. Zo. Nou, hij zit nog niet helemaal heel 100%. Voor me, ja, wel bijna. Kijk, en dan kan je dus een hoesje. Kijk, dan heb ik een hoesje. Is toch makkelijk? Oké. Ik heb nog twee gadgets. Dit is een wachten.
Even geduld, jongens. Kijk. Stel je voor. Je hebt een... kijk, dit is een hoesje. Je kan het in. Bijvoorbeeld als het heel koud weer wordt. Nee. Kijk, let op. Wacht even. Ik pak hem even, jongens. Ik pak hem. Kijk, dit is een zogenaamde laptop. Een hele kleine. Dat is van, ja, staat de Doors op. Wat staat erop? Mijn website. Kan je het zien? Nou ja. En die past, als het goed is, past die hierin. We gaan testen. Oh my god. It's a miracle. It's a miracle. Had ik niet verwacht dat die zou passen, jongens. En nu zit mijn laptop hierin. Nou, easy. Easy, easy. Schoon voor de beschadiging. En het laatste ding wat ik heb, is namelijk als volgt. Ik kan het uitleggen. Ja, zeg maar, het is een vouwpakketje. En dan kan ik dus van karton, dan kan ik een heel leuk blik maken. Ik heb altijd rotzooi op mijn tafel, zoals, nou ja, je kan het zelf wel zien, jongens. Het is echt, ja, alles ligt op mijn tafel. En, oh, deze moet je trouwens ook zien. Dit is echt zo leuk. Vincent Duck. En dan ben ik, nog eentje, dat ben ik. Al toen ik jong was, met mijn naam erop. Maar, Wat ik probeer te zeggen, is dat er ligt altijd troep op je kamer. En dat wil ik met dit leuke gadget ding, wil ik dat mooi gaan maken. Dus ik ga lekker knutselen. Ik hoop dat je een leuke video vond. Lekker tussendoortje, een leuke gadget vlog. En tot de volgende video. Blijf het kanaal checken. Kijk ook even mijn vlogkanaal, want daarop zie je inderdaad vlogvideo's. Maar ik heb de laatste tijd heel weinig gevlogd en ik moet dat gewoon weer even gaan doen. Dus dames en heren. Tot de volgende keer. Doei doei!